kill hem. Oké, we hebben hem. Ik ben wel dood. Nee. Ik ben ook dood. Maar we hadden hem. We hadden hem in ieder geval. Yeah, die motherfucker. Hey mensen van Gaming met Faye. Dit is een gloednieuwe serie op mijn kanaal. En ik ben hier niet alleen. Hallo. Kun je even de stem herkennen? Maar dit is Vincent. Ik heb op zijn kanaal heb ik al een video gedaan over dit spel. Dus kijk die even terug. Die is vanochtend om 12 uur online gegaan. Tome is een nieuw spel. Het is een browser game, zoals je kan zien. Het is een beetje een mix tussen League of Legends en World of Warcraft graphics idee, hè? Het is best wel nieuw. En het is echt heel tof. Het is een totaal andere game eigenlijk dan League of Legends. Ja, alleen het heeft wel wat weg ervan. Dus vind je dat een leuk spel of heb je zoiets van weer, dat vond ik juist te moeilijk. Dit is een hele leuke instap. Dit is een stuk makkelijker. Je hoeft niet te lasten, je hoeft niet moeilijk te doen. Items kopen kan je ook op autobuy doen. Je hoeft niet eens te kijken ernaar. In de beschrijving staat een linkje. Als je daarop klikt, kan jij ook het spel krijgen. Het is namelijk nog in een beta. En de beta key is van uitverkocht. Maar als je op mijn linkje klikt, kan je het gewoon spelen. Dan krijg je een gratis beta. Woe! Yeah. Dan kan je met ons spelen. Yeah. Yeah, je mag ons gewoon toevoegen inderdaad. Dan kan je gewoon met ons spelen. Wij gaan dit ook natuurlijk buiten opnames doen. Dus dan kan je gewoon meedoen. Dus ik zou zeggen, lijkt het je leuk? Heb je deze video gezien en denk je, oh dat lijkt me wel tof. Klik gewoon op het linkje, ga het downloaden. Of je hoeft niet te downloaden, je hoeft gewoon op het linkje te klikken en het begint. Want het is dus een browser game. Het is heel simpel. Dus wij gaan nu, we hebben koop gedaan op Vincent's kanaal. Wij gaan nu voor het eerst, helemaal voor het eerst, tegen echte mensen spelen. Durf je dat? Ik heb geen idee of ik durf. Maar we gaan het doen. Oké, daar gaan we. We gaan. Ik ben doodsbang. Maar oh, join. Join. Dat gaat snel trouwens, hè, die matches vinden. Ja, super snel. Gaat sneller dan League. Oké, ik ga met Robin. Die heb ik al één keer gespeeld. Daarvoor zie je ook dat mijn level iets hoger is al geworden daarvan. Dus die gaan we gewoon nog een keer doen. Ga jij nog een keer de andere doen? En Cyrus is sterk, maar Oathreach naast jou ziet er ook heel sterk uit, hè? Dat is wel ook tof, hoor. Ziet er mooi uit, inderdaad. Zou ik die doen? Ik wil ook die andere champion. Die Thalia ziet er ook tof uit, man. Weet je wie cool eruit ziet? Malbus. Malbus? Ja, dat is groene Malbus. Oh, en die. Maar die kan je ook kiezen. Oh, Oberon is ook super. Je kan trouwens ook typen naar elkaar. Dus dat, kijk, iemand typt daar ook. Die blijkbaar met ons meedoet. Voor mij zit die in ieder geval met ons mee. Your guardian heals nearby allies for 6 health with each default attack. Dus je blijft healen als ik maar die poppetjes aanval. Ik ben echt bang dat we te noob zijn, hoor. Waarschijnlijk zijn we echt enorm noob en gaan we heel hard verliezen. Maar we gaan het proberen. Ik hoop het niet, maar we gaan het gewoon proberen. Hé, hey, ik vind het al lang leuk dat we dit gewoon uittesten. Ik bedoel, ik heb het nog niet gedaan. Jullie kijken echt met ons mee, terwijl we dit voor de eerste keer doen. Dus zijn we heel hard aan het falen. Don't blame us. Maar 3 tegen 3 duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. En dat is dus echt een stuk korter natuurlijk. En dat, daardoor kan je het even tussendoor gewoon doen. Als je je verveelt, kan je even een potje van dit doen. Van Toom. Oké, daar gaan we. Waar ga jij? Bot. Oké, daar kom ik ook naar ja, bot. Want ik moet wel met z'n tweeën bot staan. In ieder geval, wow. Dat lijkt me logisch. Ik mag het niet zeggen, maar weet je op wie ik lijk? Ja. Maar jij weet op wie? We gaan het niet zeggen. Dat is lullig. Hé, hey, maar kijk maar leven al nu. Dat is niet de bedoeling. Ja, deze hun weet precies wat ze doen. Oh, Rafee, we hebben iets te veel gezegd. Ik denk dat we iets te moeilijk doen al, gelijk. Ah, ik vind het wel spannend. Oh. Holy frietsaus. Kom, we kunnen hem onderscheppen. Oh shit, ze komen allemaal. Kijk uit. Ik ben low health. Ja, ik nog niet, maar zo meteen waarschijnlijk wel. Die ene dude die speelt echt smerig. Die ja, rechts, die rechter. Die tentakelding-achtige shit. Ik weet niet hoe die heet. Fuck jou. Ik wil jou pakken. Ik wil je doodmaken. Ja? Ja, kom op. Kill hem. Oké, we hebben hem. Ik ben wel dood. Nee. Ik ben ook dood. Maar we hadden hem. We hadden hem in ieder geval. Yeah, die motherfucker. Ik wil gewoon autobuy. Ik doe ook gewoon autobuy hoor, op dit moment. Ik snap nog niet zoveel van kopen, dus op dit moment vind ik autobuy beter. Ik weet niet eens wat mijn ult doet. Als ik snel ga rennen en heel veel attack speed heb, dan weet ik wat hij doet.
Ik weet ook nog niet wat mijn ult doet. Oh, heeft een kill. Oh, nice. Good job. Good job. Oh, je kan natuurlijk typen. Ja. Ik was dan weer vergeten dat je kan typen. Nee, die duwt hier eens weg, hè? Ja, ik word een beetje moe van die ene. Deze, die vind ik irritant. Hi. Ik eikel. Kunnen we daarmee staan? Ja, we kunnen een beetje hitten, maar niet veel. Hij is hier, we gaan deze turret pushen. Ik wil pingen. Kan dat? Ja, dat kan. Woehoe, ping. Ja, ik zit een beetje vast. Oké, pak. Gewoon. Gaan. Gaan met die banaan. Nee, kill ze allemaal. Kill ze. Nee. Oh! Ik ben dood. Fuck my life. Hij heeft triple kill. Oh, hij is dood. Fuck his life. Yeah. Oh, je hebt de kill. Ja, ik heb hem wel. Ik heb hem wel. Maar het was wel pijnlijk, want er hadden 3 van ons dood, hè? Ik vind die ene echt irritant, die tentakel shit. Ik zit gelijk weer vast. Vermoeiend. Ik weet niet waar die is, hoor. Hij was hij is alweer weg. Ja, hij is hier, bedda. Ja. Fuck irritant, jongen. What the fuck doet hij? Oh, hij mist zijn ult. Beetje zonde weer. Nee, ik heb geen idee wat ik doe, hoor, trouwens. Het is nog best moeilijk. Waar is mijn ward? Kom op, was een stuk makkelijker. Laten we het daar weer houden. Pak gewoon de turret. Oh, fuck. Die dude is echt... Die tentakel shizzle is echt... Ja, dat is echt een eikel. Ik mag hem niet. Ik ook niet. Maar hij is heel vervelend, die gozer. Echt heel vervelend. Hij gaat 5-1, jongen. Waar zie je dat? Dat is de tap. Oh. Oh, ik had het nog niet eens door. Jullie zijn met 2 tegen 1 op top nu, dus het moet lukken. Ja, dat denk je, maar hij doet niks, dus... Ja. Maar hij is nu bij jou, dus ik probeer ook bij jullie te komen. Go, go, go. Pak hem, kill het. Oh nee, tentakel. Ik ben weg, doei. Fijne dag verder, bonuskaart. Oh, ik ben echt bijna dood ook gewoon. Ja, ik ook. Even wat kopen. Hoe graag ik die dude ook wil killen, het gaat me gewoon niet het lukken. Het gaat lukken, we moeten hem toch een keer krijgen gewoon. Ja! 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 Holy shit! We hebben hem! Turret! Oh, ik word geraakt. Go, turret! Hij tankt wel. Oké, we moeten nu echt snel zijn. Ja, die dude heeft heal, hè? Sowieso ben ik dood. Ja. Huh, moeilijk. Dat is echt pittig dit, hoor. Ja, dat is best wel lastig, dit spel, soms. Ik ben nou helemaal gefocust, vergeet haast te praten, ja. Jongens. Ik vergeet haast te praten hierbij. Je moet oppassen, want die... Ja, ik weet dat die tentakel gozer... Maar kijk, nee, dat was damage. Die zit daar bovenaan, die 11. Oh ja, ze zijn allemaal bijna level 11. Die Descripton, weet je wel? Mm-hmm. Die nu bovenaan zit, echt helemaal bovenaan in de game. Nee, ik kill hem niet. Nee. Fuck jou. Oh! Oh, help. Fuck me af. Nee, wat bijna... Het ging zo goed. We gingen bijna al winnen. Ja. We hadden bijna de fight geturnd gewoon. Ja. Oh man, dit is echt niet leuk. Ik word ingemaakt. Nee, doe niet doen. Ga weg, Kai! Yep. Dang it. Automatisch. Dang it, man. We moeten ze toch een keer op kunnen pakken. Ik ben een beetje moe van. Die octo-gozer, die is irritant. Kom maar, ik heb al heal gebruikt. Ik heb hem heal al gebruikt. Ja, yes! Oké, okay, go. Push. Man down, pushen. Down. We kunnen deze pakken. Pushen. Nee, we moeten die turret zien te pakken, toch? Ja, dat kunnen we ook doen, maar we kunnen ook ik wil die pakken. Turret. Oké, ik help wel. Ja. In ieder geval probeer de turret te pakken. Ik ga helpen. Hebben we die andere dude ook? Ja, we hebben er 2. We moeten nu echt pushen. We moeten gewoon blijven pushen nu. Die kunnen we hebben. Ja, die hebben we. Nice.
Spannend. Oké, ik koop even wat shit. Kan weer kopen. Oh, ik ga kopen. Kopen in de aanbieding! Oké, waar is die andere vriend van ons heen? Die kan beter bij ons blijven. Ja, ah, achter ons. Nu train. Maar we kunnen nu pushen, denk ik. Oh, hij moet rennen voor zijn leven, hoor. Oh, kijk uit, turret. Oh, zie ons ineens buggen. Nou, maar dat maakt niet uit. Kijk waar we staan. Ik zal deze even doorheen gooien. Ja, als we deze pakken, dan kunnen we gewoon dat ding gaan pushen. Oh, ik tank hem nu. Dat ga ik niet doen. Oh! Peaches! Woo! Ik ga even een dansje doen. Holy frietsaus! Yes! Hey, even zo'n brofissen. Zo'n PewDiePie brofist, weet je wel. Gejat van PewDiePie. Ja, ik ga ervoor uitkomen. Oh, ik ben blij, man. Ik dacht echt dat we dood gingen. Ik heb een reward. Wat heb jij voor reward? Heb je een reward? Oh, waarom heb ik die wel dan? Omdat jij beter bent. Nee, ik heb geen idee. Ik weet niet. Ik heb 200 devotions of zoiets, weet ik het wat. We hebben goed gespeeld. Oh, ik ben echt blij, man. Dat was super tof. Ik ben ook heel erg blij hiermee. Hebben we goed gedaan. Nou, ik vond het ook goed. Nou ja, in ieder geval, ik hoop dat jullie het net zo leuk vonden als het wij het vonden. We waren soms heel gefocust in wat we wouden natuurlijk winnen. Hallo. Sowieso. Maar dat is dus ook gelukt. In de beschrijving kan je dus ook de beta key, beta shit krijgen om ook te spelen. Je klikt erop en dan kan je gewoon gelijk de game in. In plaats van dat je een beta moet zien te krijgen die er haast niet meer zijn. Ga het lekker uitproberen. Doe met ons mee. Waarom niet? Volg ons gewoon toe. Hij heet Dutch Terms, toch? Ik heet Dutch Terms. Dutch Terms, gewoon niet de, maar Dutch Terms. En yes. Ik heet MiskaVX, net zoals op Twitter. Dus dat is ook heel makkelijk. Voeg ons gewoon toe. Wij voegen jou ook toe. En wij gaan gewoon lekker gamen met jullie. Dus doe dat gewoon. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe alsjeblieft een like, een favoriet. Reageer wat je ervan vond, alsjeblieft. Want wij zijn heel benieuwd ernaar. En natuurlijk, even belangrijk om te weten, dat volgende week zullen er weer nieuwe uploads zijn over dit spel. Want ik denk dat dit een serie geworden, of niet? Dit is echt gewoon een toffe game. Dus dit gaan we sowieso met z'n tweeën maken. Dit gaan we gewoon een serie van maken. Dus als je het leuk vindt om te kijken, dan weet je dat alvast. Er komt een serie van op mijn kanaal en op Vince's kanaal. We gaan gewoon heen en weer. Eén keer op zijn kanaal, andere keer op mijne. Hartstikke gezellig. Dus abonneer op hem. Hij staat in de beschrijving, waarschijnlijk ook een annotatie. Dus doe dat gewoon op de Dutch Terms. Super tof kanaal. En dat was het voor mij. Ja, kijk de video, want daar hebben we ook alweer geoond. Maar deze was veel harder. Holy shit, man. Dat was echt heel tof. Maar in ieder geval, heel erg bedankt voor het kijken, mensen. En tot de volgende keer. Ciao.